Als de registratie van ambtenaren bij het ministerie van Binnenlandse Zaken goed verloopt, zal er ook een registratie volgen bij de andere ministeries. Dit haalde minister Bronto Somohardjo vandaag aan in een interview met onze nieuwsdienst. Het ministerie is gisteren begonnen met de registratie van ambtenaren. De oproep is voor personen die reeds een salaris ontvangen, maar geen werkplek hebben. En voor personen die zich niet aanmelden aan het werk. Daarnaast kunnen personen die nog salaris, nog een werkplek hebben, zich ook aanmelden. De bewindsman zegt dat ook personen die wel werken, maar nog geen loon ontvangen, zich dienen te registreren. Somohardjo meent dat de groep die zich moet aanmelden groot is. Als we het CEBIMA-bestand vergelijken, dan gaat het om duizenden. Nu al, gisteren hebben boven de 500 mensen geregistreerd. En u ziet de drukte, het is vandaag dinsdag, pas 9:30, 10:30. Dus wij verwachten een drukte en wij zijn blij. Blij met dat de mensen zich komen registreren, want wij willen u ook helpen. En als dit goed is gegaan, als deze pilot goed is gegaan van het ministerie van Binnenlandse Zaken, dan is het zaak dat het naar alle ministeries gaat. Wij willen echt een oplossing brengen in een van de problemen die de vorige regering heeft gebracht. En dat gaan we ook doen. Daarvoor zijn wij gekozen, daarvoor zijn wij hier gezet, maar we hebben de informatie nodig. Nogmaals, op opdracht van de president, dit is de afrondende fase. Dus meld je alsjeblieft aan, het is voor je eigen beste. Ambtenaren kunnen zich dagelijks tussen 7:00 's morgens en 7:00 's avonds registreren. Deze registratie loopt tot en met zondag 11 oktober. De BISA-bewindsman zegt dat als het nodig is, dit project zal worden verlengd. Wij willen iedereen de gelegenheid geven die in die vier categorieën vallen. Die categorieën die ik net heb opgenoemd. De categorieën kan je ook vinden op de Facebook van Binnenlandse Zaken. Als die mensen die in één van de vier categorieën aanvallen, vraag ik beleefd om zich te komen aanmelden. Nogmaals, wij zijn een regering die mensen willen helpen. Wij zijn een regering die het volk niet in de steek gaat laten. Maar we zijn ook een verantwoordelijke regering. We kunnen niet ijzer met handen breken. Maar we gaan doen wat we moeten doen en we gaan het op de correcte manier doen. Minister Bronto Somohardjo van Binnenlandse Zaken. Onze nieuwsdienst sprak hem vandaag op het terrein van zijn ministerie, waar de registratie van ambtenaren die om verschillende redenen niet aan het werk verschijnen, plaatsvindt.